U kijkt naar Omroep Krijtland met vandaag de volgende programma's. Jan en Alleman. Mechelen Centraal. Vandaag zijn we te gast bij de heemkundevereniging St. Tolbert in Vals. Daar hebben we een afspraak met Herbert Kuipers. En Herbert, de heemkunde, geschiedenis van Vals, vroeger en hoe, wel het is zich mee bezig. Ik wil het graag met dicht erover hebben, de grensovergang in Vals. Ik bedoel, sinds een aantal jaren steht er gingen meer aan die grenzen, dat wordt dus gecontroleerd. Maar daar hangt toch ook een grote geschiedenis aan vast. Hoeveel zijn er überhaupt in Vals grensovergang? Officieel grensovergang zijn er 3. Dat is ten eerste van België uit naar Holland in Hoofa. Die is natuurlijk pas ontstangen wie België is afgescheiden van de noordelijke Nederlanden. Hoor. En, die hadden we dan maar bestangen, de grensovergang, want dat was een wijs waar de hertog van Limburg gebroken bij Margaret werd en de Lauwersberg jong. En de hertog van Raad. De oudste is natuurlijk toch oude wijs van Ogen naar Maastricht. Die loopt tussen Eusje en Schloss. Dus niet over de Maastrichter Laan? Nee, dus de Kringwaag staat er nu. Ja, ja. En dat is een mooie weer. En de Maastrichter Laan is in beeld gekomen na 1825, wie de Rijksweg van Vals naar Maastricht is aangelaat. Die is wel aangelaat worden onder druk van de industriëlen in Vals. Dat was een Janse industrie, he. Textiel, nulde en zo. En die jongen een beetje sleter en die hadden zich toen een kamer van koophandel opgericht en die hadden onder druk van die kamer van koophandel die doorkrijgen. Dat er Willem de eerste opdracht had hij voor de Vals beter te ontsluiten. Zo. Ah, zo. Ja. En die had je zorgd ervoor dat die Rijksweg kwam. En toen is kom de grenzen voor je aankomen. Aha. Ja, wat wordt toen verkeer? Dat komt toen de Noord zo langzaam op. Ja. Voor auto's, maar ja, daar waren er nog meer paar. Ja, ja, ja. Maar ze konden wel, kijk, met z'n vrouw ook met Peer en Karnhoens transporteren, voor de andere wijk. Ja. Ja, de jong, waar vallen ze voor Willen, een partij, en door Robben voor Meerjord en zo. En toen kregen ze een schöne rete wijk, waar? Ja. En dat jong toch wat vloter. Ja, want er wordt toch een, voordat die grenzen ganz open gingen, wordt toch een, ja, Vals toch, voordat de autobahn kwam, dan over, hè, dat was een van de belangrijkste grensovergangen naar Duitsland. Ja, dat was heel belangrijk, want in die tijd houdt ze nog veel export van fruit, onder andere ja. Van het Belg, waarin deursvoer was, bijvoorbeeld. Dus toen we op de Maastrichter aan de vraag was over de Janse lengte. Ja. Vooral in die tijd van de appel en de bieren en zo. Ja. En die moeten allemaal aan de grens, moet die dat inklaren. Ja. Naar Duitsland. Mm-hmm. En dat was een Janse procedure, want er was aan de grens een raam, dan moesten ze afwarmen. Ja. En dan moesten ze door, dan worden die geesten nooie woord of die opstemmete. Mm-hmm. En dan wordt enge de inspecteur of de ongeziefer door wordt. Ja. Je kent zich voorstellen dat iedere vraag waar je moet, dan hingen rooks afhalen. Oh. En dan zaten dingen die zei hier die kees en die kees en die kees. En dan kon ze beginnen uit te laten. En dan kon ze beginnen uit te laten. Ja. Ik weet dat uit ervaring, mijn pap, ja. Die had ook geëxporteerd met fruit. En ik weet wat dat Duits loopt, joh. En we wensen daar houden dat die zullen nog jongen ruzen met de vrouw gehad, houden dat jonge Duits. Dan komt het vlotter, hè? Dan hoeft er maar 2 kisten erover te lezen. En Duits, ja, jeng. Dan ja. Daar vroegen ze, joh. Ja, maar dat gaat de regelen soms dan ook, of het nee, mensen niet zo ver bekend geworden is? Niet zoveel. Het wordt je te regelen, of te regelen, je houdt er nog een uitvoercontrolebureau. Oh. De doos alleen met eerste klas waar exporteren. Ja, ja. En dan moet je voor allemaal, ik woon dan als kind, jongetje, dan moet je kijken hoe dat zoet.
Oh, zo. En die dat hebben we zo, zeg gewoon zo, je langer waren. Ja, ja. Dat waren morgen, dat waren je mij hier. Ja, ja. Maar die Duitse, die houden nog liever die B-waar. Die waren natuurlijk Belgier. Belgier. Maar ja, dat was dus niet. Nee, nee. Ze moest alleen maar eerste klas. Met doe houdt ze dus in dat ziet al. Dus vielen ze op de Maastricht al aan. Ja. Ja. Houdt ze bij de grensovergang naar het België, houdt ze dat daar ook? Nee. Dat wordt eigenlijk niet zo in en uit en klaar. Ging dat makkelijker dan? Het, ja, het wordt wel eens gewoon alleen het smuggelen in dat ziet hoor. Oh. Er wordt café en Noord-Zuidenwijl kreeg ook. Ja, die gestoven en zo. Dan moet dat ook niet ze krijgen. Dat kunnen ze door krijgen. Ja. Dat moeten ze natuurlijk wat zullen en daar stonden die wat ze controleren. Ja, ja. Maar rechtig, je hoeft vraag voor hier houdt ze door? Nee. Maar toen zijn die kleinere grensovergangen. Ik bedoel, de kent ze ook drie landenpunten. Kent ze dat België of natuurlijk ja, ook? Dat hoort natuurlijk min of meer inofficieel. Oké, dat sleten we door de officiële grensovergang af. Dan gaan we even naar de inofficiële. Nee, ja, daar houdt ze sowieso door nog als een ziekenhuis. Daardoor is over die kleine grensverkeer, hoe staat dat in het hand? We zaten de jonge grens, daardoor is als bewoner van de streek, Velser en wat een langer zien, dankzij ons voor die gouden, dat is ook bezig. De Hoense Bedingen officiële paas en daardoor is door over, joh. Oh. Ja, en dan moet ze het dan niet houden, dan doorste niet over die jonge grens. Oh. En dan is nog een schön verhaal van. Maar we in dat ziet de Jozefkerk en dan waren de pastoor Peters en de keuster, de Jil. En die meenden dat het houden zijn niet nodig. Die zijn te ongen de grens over je jonge eend. En toen gaan ze dan door, aan jou, die Duitse. Oh. Ja, die houden nu eens wezig. En wie die doorkomen, dan gaan die dan aan jou, gaan die dan weer naar ogen, gaan dan door een paar standen op de douche. Oh ja. Als pastoor zijn. Ja, ja. Dat wordt natuurlijk een groot snuitgever. Maar behalve over het Drielandenpunt, hebben ze dan nog van die kleine grensovergang en zich voor op de Maastrichter Laan, voor de grens, zeg maar, naar links gaan. Kent ze nog eens over? Ja, dan kent ze die Rennstraat af. Joh. Ja. De Rennstraat, dat is de laatste straat. Linksaf. Linksaf. En eigenlijk wist ze daar immer over de grens, want die Rennstraat is zo voor de helft. Ja. Duits en voor de helft Hollands. Ja. Maar en bij de laatste reconstructie, nu in 4 jaar of in de vorige eeuw, Ja. Toen gaan ze die reconstrueren en toen gaan die Duitsen de helft moeten metbezahlen. Oei. Ja. En bij die gelegenheid gaan ze dus bepaalde merken instrooien, zeggen ze. Dat is eenmaal het wapen van Vals en het wapen van Ogen. Ja. Ja. En dat kan je nou zien wo in het midden, ja, ja. Dus die markering. Maar dat is ook het nadeel, misschien niet, misschien het een zwoer woord ervoor, dat Vals net in de hoek ligt, grenzen aan Duitsland en grenzen aan België. Maar wanneer je dus bedenkt dat ze vroeger de goede engen en herzen vaak af en aan Maastricht en die woonden ogen. Dat duizen ze een paar meter weer op de stoep, dat komt er Duitsje komen laten. En daarvoor doet dat niet. Nee. Jotsiedag is dat allemaal nu ja, ja. Ja, ja. Maar dat had nog hier lang geduurd. Nu kan ze weer spreken naar het klinicum gaan, gisteren een Duitse dokter. Ja. Het is nog wel eens passiert dat een vrouw uit de Belgische bus is gestegen. Die is heel boven. Ja. En die is liever hangen, die is toch voor ze ook al raad komen. Nu had de Belgische chauffeur een ambulance via. Zingen mobile voor ja. Op je oven. En een Belg. De is weer in je grens komen. Die leed ze 100 meter niet. Toen had hij hem je drie. Zo. Ja, dat doos je wel niet. Nee. Maar het had nog meer schön dingen hierover. Ja, je had de Jensstraat aan je hoofd. Ja. Daar is ooit, in het begin van 1900, is er een gerechtsprocesje weg. Waarbij het gericht op Hollandse Zee zo en dan vandaag, dat is verrekenen het voor wat ze komen, op Duitse Zee. Ja. Nee, maar ze het niet kunnen doen. Nee. Ze zijn er al gekomen, dan konden ze kon niet pakken. Met de hand wel het proces door je vuur. Ja, ja. Oh ja, dat was ook een van de gevolgen van de grens. Ja, ja, ja. Dan is dat, ja, tegenwoordig merkt men daar in volksnogheid van die grenzen.
Nee, du merkst dat dus nu niet meer. Nee. Nee, dat is dus met Schengen is dat ja een zaak. Dat is allemaal weg. Ja. Maar daarvoor merken ze dat wel, nou, maar met stom dingen. In de 15 jaar, wie die Duitse vals komen veel ingelden. En de alles moeten vertellen, die moeten aan die grens allemaal op dat huisje heen. En dan stonden die slangen ervoor en dan moet je alles uitpakken. Ja. En zei je, ja, moet je zoveel koffie houden, dan krijg je dat afgenomen. Hou niet zo'n Noord-Noord koffie. Ja, precies, dat is het. Nee, zo jong natuurlijk, en die stonden door slang, die stonden niet alleen slang voor de geschäfte. Ja. Maar ook nog eens voor de ernstige. Ja, ja. Maar in die zie je doen, het is dat. Ja. Dat heb je anders nog een leuke anekdote van die grenzen? Ja, luister, wat is de grenzen? We hadden natuurlijk ons Griechje gehad, waar? Zum Beispiel die 14, 18. Daarop waren je neutraal voor die grens. Zo. En daar houdt ze natuurlijk in de Jaanse hoofdlui die hier ook gewerkt. En die komen nu bent niet meer over. Die houden nu ook bent hier werk mee. En dan krijg je nog wel dan nog werk. En dan kost de Jans extra uitwijzen en wees iets wat. Ik ben zelf in de familie en ik heb dat busje heen nog. Die was lid van de Duitse Textielgewerkschaft Abteilung Pfalz. Oh. En daar in de august 1940 nou, was een beusje door kleverte voor de pensioen. Hoe dat op? Ja, ja. Doe gewoon niets meer met pensioen sparen en niets meer. Maar het waren er dus zoveel dat die een eigen afdeling van die werkschaft in Vals houden. Ja. Dat betekent toch ook dat ze toen al heel veel werknemers houden op het uit die van het Hollandse afkomen. Ja. Ja, misschien nog maar weer met u. Ja. Want Vals wordt natuurlijk geïsoleerd, hoor. Ja. Vrouwen hadden geen richtige verbindingen naar Maastricht geheerde. Ja. Vrouwen waren de 18 van en van hun zien elektrische tram ook. Ja, dat kostte meteen, ja. Ja. En dat, ook goed erbij, daar konden ze met de fiets heen, joh, daar konden ze ja, leukste voor zijn. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en ja, en toen wordt dat op eens schloes. Ja. En toen wordt die Jans het zo gemaakt, daar had ze absperringen Jans. En daar goed ze mee met speciaal veel nog over. Zo. Ja. Het had immer twee zielen, Jans. Ja, dat is altijd, hè. Jotje dagen. Ja, 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 ook vandaag de dag nog. Vieren, ja, ja, ja. Dat is nog zo'n ding. Ooit is er Bismarck op het Duits aan de markt geweest. En die had alle kloosters en jezuïeten verborgen. Nu houdt ze valt je naar Jans of klooster. En hij wordt de redemptoristen. En nu houden ze evalus, die redemptoristen, aan loopt voor je nou op de grens een klooster te bouwen. Oh. En dat wordt weer tegen die, dat je voelde die Usher Joné, waar de Hans op protesteert. Oei. Maar die is een modder blijven. Ja, ja. Uwens, in die moer van die, aan die grens, in die moer van de redemptoristen, Jade, daar worden een paar buurtjarieën gebouwd. Onder andere de zoetste Marschall Cedric, paascontrole. Daar is speler het GWK erin komen. Ja, die houden er in die moer van de jaren. Ja. Dus die dingen je bouwt. Oh. Ja. Oh. Goed zo. Maar bedankt voor dat je ons bijgekald hebt over de grenzen in Vals. Ja. Ja. Ik hoop dat het is gevallen gaat wat ik verteld heb. Prima. Wat gebeurde de vorige week in Mechelen Centraal? Ja, ik weet ook niet wat het is. Mag ook niks doen. Het is allemaal restauratiewerk voor het liefke. Is het een leuke vrouw? Geet. Nou, moe, dankjewel, hè. Als ik kreeg toch niet zo. Klep, geen zorg. Rooshout al gevangen. Oh, en het wel een testje nodig. Oh, echt goed. Ja. Ja, dat wordt wel afgesproken. Ach, meets niet! Goeie morgen, meneer Jansen, wie is er vandaag?
Graag niet, gewoon nu. Marie? Oh ja, Kate, zag je dit? Had mijn pap eigenlijk gaat met die Mins, die Ria. Wat moet ze dan halen, hè? Ik hoor het klatteren, val ik mee bij de mannen. Oh, mijn lief. En ik steun over in de hoogte op en houden naar de boete. Zag, mevrouwtje, bij Marie is alles in orde. Wie mij klattert niks. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Ik wil het toch zeker, ik huur het dan, ben je doof? Oké, maar haal ik, let even op. Wat is dat? Ja, wat denk je? Ja, wat, een kat? Nee, een hond. Wat een hond, dat ging kapot en vrek onder de hond. De kus is veilig, heb ik een kus? Zwak zie de Marie's. Oh, wat mag dat doen? Marie mag het wel weten. Als het geregeld gekregen, kunst toe. Kent ze aan die pap zingen spelen en blijf ontsnappen? Tuurlijk! Ik ga geen zaterdag naar Lisa gaan. En dig? Ik? Ik hoef hem geen verantwoording af te liggen. Nee, ik ben gekker wie ik een op stap geweest toevoet was. Met wie? Lekker hiever! Denk nog aan me! Oh, wat joh! Oh, schatje, de hoes niet jaloers te werden. Voor mij is er maar één vrouw. Ook lekker. Tja, wat zal ik daar op zagen? Hoe ze dat verhuren? Van alle lekker wiever op de wereld, hè? Bist du de allerlekkerste, zo goed? Ja, dat kent hem met terug. Dus als we het vertellen van die plan... Oh joh, Loestra, mijn pap denkt dat het oude zusje is. Ja. Ja, en die oude zoog. Mijn pap weet ook niet dat ik weet dat hij al een relatie had met dat Ria. Maar dat had ik van begin af aan geweten. Ja, ja, dankzij mij, want ik heb die via WhatsApp precies op de hoogte gehouden van mijn pap zijn escapades. Precies. En nu hou ik mij bedaard, hè. Als wij die twee nu zo veel mogelijk dweers gaan zitten, hè. Ja. Dat die elkaar dus niet kunnen ontmoeten. Laat ze met elkaar naar bed te gooien. Wie? Ja, dat doet ze. Nee. Die pappen, wie? Lang horen op de papsie kussen. Terwijl een man gaat geen lang horen had. En van die vrouwelijke privé dingetjes in de badkamer. Kom wat er dan met? De house me geschreven dat die niet samen woonden. Ja. Dat klopt. Maar een latrelatie hebben ze wel. Dus we moeten ervoor zorgen dat die elkaar niet kunnen ontmoeten. Dat worden ze toch niet lang vol. Nee. Nee. En dan is het heel simpel. Dan zal het toch opgegaan moeten goed spelen. En dan zeg ik gewoon. Pap, doe wel eens het Ria. Prima, maar ik geef het Ria. Nee, gek, helemaal niet gek, zaten. Oh, geweldig. Maar wie moet het dan met mijn ouders? En wie krijgt voor die zon? Ja, noem maar ze heen, zeg. Doe goed naar hem street, hè, meisje. Oh, wat is mogelijk. Wie is mogelijk. Kijk eens wat ik ben. Een geldkistje. En een stoorbak. Leeg waarschijnlijk. Ja, uiteraard. Wie is dat de geldkistje en een stoorbak? Dat kan ik niet vertellen. Dat had ik al eens eerder meegemaakt. Dat geldkistje, dat is geklauwd. Ik hang daar juist een man met een dochter die zond tegen mij. En ik sta eerst om met de handen onder de rok van dat kind. Maar dat doe ik met dat kistje natuurlijk. Die hand dat geklauwd. In een winkel of op die twee krum, wat nog op een maat stond. En geld roet. Ja, een tisch. En daar zit ze met dat kistje in. Waar dan nu met de bak? Ergens voor veel uit. Op het bron. Op de wc. In de stortbak. Vingerafdrukken er vanaf. Ze zit bij de bank. Ja, ja, nu zit ik ermee. Ik vind het eigenlijk een heel volledig kistje. Ja. Wij zingen van... Nee! Daar is je vrouw. Je hebt dat uitstoekt, hè. Toen ik jullie de Lianne heb, ik wil een heler. Nee! Ach, weet je wat, dat had ik zelf. Dat kan ik toch zelf volgende week of zo eens naar het politiebureau brengen.
niet te geloven. Wat het voor luiheid. Ja, ja, dat kan er geen zorgen. Jelle, we zijn er klaar. Dit zeg ik met de woord. Oh, die zijn vet. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan maakt. Pa? Ja? Ik dacht dat er gisteren eigenlijk niet even te beginnen, hè? Niet? Mist uw man nog wel eens? Oh, joh, met je gekkere dag, gekkerstomperende dag, ja, dat is het gewoon lastig. En die? Ja, ik hoor. Even een reisje met dich met. Het wordt echt niet de juiste oplossing om naar Engeland te gooien. Nee. Ik hou zo gedaan. Mensen nu nog in Engeland was, dan was je een beetje voet. Voet van het verdriet, dan kost het misschien beter verwerken. Nee, het was net zo zoer. Ach ja, ja, ik eet ook lijstjes van die gemeente. Doe minste man toch ook zo. Het was ook zo eerlijk, ze waren ook zo jong. Ja. Ja, met je, het leven kent soms zo'n hals hier. Bah. Het deed me gewoon niet dat ze dat zo'n jonge lijstje dan ons metmaken. Ja. Mijn arm knuist, sterk vreugd. Oh. Jo, de man, die wordt een schat van een vrouw. Ja. En de wereld van tegenwoordig, dat is maar egoïsme en materialisme. Ja. Terwijl ze de wereld nu nodig had die warmte en leven uitstralen. Oh ja, en dat houdt ja. Met je wens doe dat ook, kind. Onthoud het goed. Ik zal trots op dich zien. Ja. Echt mooi. Pa? Ja? Er heel veel van hier, hè? Oh, joh. Ja, joh. En we houden er goed samen. Ah, ja, heel goed. Ja, dat zo ging aan alles. Ja. Ja. Iets aan je, de man die we een chat van een vrouw. Ja. Ja. Pa? Ja. De Rut is... Nee, lach maar. Wat? Allee? Nee, lach maar. Nee, vrouw, maar. Je weet toch alle vrouwen, ik ben in de pap. Ik durf het niet zo goed. Ach, dat nog. Vraag op, allez. Kom. Attentie. Kom. Nu toch, hè. De Rut is heel veel van één gehoord te hebben. Ach, weet je. Je hebt het niet beschreven. En dan is er dan zoveel dat er voor nooit een andere vrouw voor in de plaats zou komen. Ja. Dat is een vraag. Nou, hier is de startbak wel lopen, Erikje. Wil ik zo helpen? Ja, ik heb een mannenhand niet meer gedaan. Oh, doe het rest aan mijn huurling in het nauw, hè, schatje. Oh, maar komt dat niet een beetje heel aan? Ik vond het ook wel zielig van papa. Als we het willen bereiken, moeten we het toch echt zo doen? Oh, mijn arme schatje, hoe gaat het ook niet gemaakt? Like, hè? Maar dan moest je maar zo denken, dat kunnen we daar, dat stoel ook gelukkig zal zien. En dan zal ik wel zorgen. Oh, jij. Jelle! Wat hebben we afgesproken? Op hemel! Onder mijn oude hoed, voordat ik een hak van dich maak. Dat zal ik me toch denk niet voet zetten. En doe geen armen. Hoe hulp voor het leg van dan met de zomermeer gekocht zo gek te maken. Daar heb ik wantig tegen zin. Rustig, schatje. Als er maar wacht, zo'n moment en je vinger aantraken. Hey. Durf te wel, de grote sterke kerel tegen zo'n klein meetje, wa? Kerel! Je blijft met de vinger van mijn dochter! Ja, prachtige spieler van wassen, kerel! Bemeug ik niet om niet! Goed, Nellis! Zag, man, slu! Hey, ik heb een lange tijd, ja! Denk toch eens normaal, pap! Dat is toe dat ik bang voor dich word! Du musst mit der Hänge... Wer ist der irritante Mutter eigentlich? Du musst mit der Hänge von meiner Tochter abliefen! Mag ich mich in meinen Sohn retten? Der ist so gut als in das Unglück geht's Tochter. Man trägt mir den Back nicht auf, ich habe mich unter auf die Ohren gehalten. Aber wenn du an meine Tochter kommst du an mich, begreift das gut. Das du, dass ich den Dörter eine schöne Dörter wohl habe. Ich frage lieber einen Bessen. Er könnte mit einem Brasilianischen, Argentinischen, Chinesischen, Amerikanischen, Uruguayischen, einem Kanadischen, Australischen, Afrikanischen, einem Koreanischen hin. Alles besser wie mit Eva dich. Es das tut, dass ich mich doch mit dem Schatz mit der Blut mit der Blut hängt abbrechen. Das geht schon nicht durch. Es das tut er nicht. Ah, das ist nicht gut. Oh ja, das ist nicht gut.
Oh, dat is niet erg. Want ik heb door wisselgeld in hier. En dat kent ze met 4 stukken kent ze wisselen. Als je een euro hast, dan kun je het wel goed. Ja. Allee dan. Allee, wat? Ja, hé, hey, ik ga gezegd, je mag wisselen. En ik niet al dat geld, doe het hier. Jongen, snel je niet zo aan. Leg hem wat druk aan. Ja, ja. Niet te schamen. En mijn arm vrouw met een groot gezin van 50 cent te beklauwen. Wat moet daar straks gebeuren? Met al die 7 kleinkinderen wat ik haal. Wie kinderen? Moeten die verhungeren? 7? Ja. Als je een hobby. Met een chef. Oh, wie kerel. Chef houdt een hobby. Ja. Zeg maar. Chef houdt een hobby. Wilst u dat op het geweten? Hé, wint ze daar straks bij de... Petrus. Bij de Petrus aan de poort steeds. Ik ben nog jong. Je mag me er niet over zorgen. Luister, met je doe bij zijn vies vrij oos. En ik ben er toch sterk even aan denk aan de spoorweg. Ja, nee, dat is niet nodig. Kom, ik ga nog wel van een euro in de tas en dan is het wel goed, hè? Kan we er niet meer over. Van een euro? Ach, dat hoeft niet. Maar toch bedankt. Ja. Wat hier, hoor. En ik hoor niet. Succes, met je. Och, hé, dan had het toch het fluitje aan dat fluitje. Wat doe ik toch goed als je mijn enkel doet? Zo, €4,50 winst. Nou, dat geeft goed uur, want dat nog een beetje weer geeft. Dan komen we wel aan het kwotum. Oh, is dat nog helemaal een zoer, mijn deug? Zag maar, zu. Ik begin het toch langzaam uit te werden. Wie lang kan er nu al een werk niet meer? Of niet meer een werk, anderhalf werk? Wien er nu echt dat dat leuk uur voor mij? Goed, ik net. Dan had ik jou nog liever dat we rustig kunnen bij huid. En een wapenstilstand van een werk. Hoewel, wanneer ik daar zo over nadenk, dan zie je er onhandig dom bezig met de tweeën. Dom. Want wat is namelijk het geval? Onze Pierre wil niet dat de Roos met de jelle omgeeft. Wat wil de toeval? Wil dat toch gewoon niet? En wat doen ze? Daar houden ze zich de keu bij. Ja, jongen. Weer het wordt toch veel en veel logischer. Wanneer dat probleem en samen kunt oplossen. Wanneer samen gaan proberen om die kinderen bij je vandaan te houden. Maar ja, daar zit er te schroom voor. En wanneer ik daar nu zo richtig over nadenk, hè. En dat zou ik daar ook eens moeten doen, maar ja, dat werd lastig, want dat is op marineniveau, hè. Maar dan zou ik toch ook tot de conclusie komen, hè. Dat degene die het eerste het woord sorry durft te zeggen, het meeste karakter en het meeste moed had. De volgende werk in Mechelen Centraal. Och, hek al die beer. Oh, gezellig. Oké, buk. Dank je wel, moeder mij. Ik ga er wel gulpen, maar weet misschien hetzelfde, nee. Ja, ik heb het niet meer. Ja, misschien hadden we hier wel een beetje gelijk. Ja, Pierre, luister, een mens moet kunnen vergeten en vergeven, hè. Dat, wat toen me geflikt was met de handel, vergeef ik niet. Goedemiddag, meneer. Dag. Had er ook graaf kansen, hè? Is wel hartleers worden, hè, jong. Naar het trammeland wat ze allemaal gemaakt has, geest toegewoon met het roos op staat. Ik had het niet verbouwd, had ze dat begrepen? Ja, en ik verbind het dich ook. Oh, hoi, Erik. Ik ben weer in de gat gevallen. Wie ze zaten dat de keus veilig wordt.
Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Hard days and dinners. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train. Tot zover deze uitzending. Programma's ziet u ook op onze website en op Facebook.